Hallo, maar nee. Garlic bread aan het maken? De boot. Waarom was dat bootje? Daar komt Stan. Hoi Stan. Ik ga met de meiden op ontdekkingstocht. Merel zit lekker een zandkasteeltje te bouwen met Junior. Wij zijn de Duikerkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Maar jij hebt me een beetje schuin, Junior. Oh. Je doet de tafel filmen. Die is ook luid uit. Je moet opladen uit. Mag dat? Die mag eruit. Haal hem er maar uit. En ja, hij is eruit. Kapot. Ga ik niet naar zo'n manier filmen. Hij komt zo een beetje. Het is een boot. Dit. Eten. Eten. Hallo, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En de kinderen hebben al helemaal de tafel gedekt. En ik heb nog gedoucht met mama. Mama is nog een douche. En Eline is lekker garlic bread aan het maken. Hoe heb je dat gedaan, Eline? Ik heb knoflook. Tenminste, papa heeft knoflook. Zo in zo'n stamper gedaan en dan hierin. En een knoflookpersje, ja. En dan daarin en dan olie. En dan gaat er peper en zout en olijfolie bij. En dan doe je dat gewoon zo over alle broodjes verdelen. En gaat het zo meteen nog even in de oven. Ja, de oven staat aan. Dan moet je in de oven doen. Stan is helemaal in zijn Harry Potter boek verzeld geraakt. Ja, ik wil even kijken of er allemaal in zitten. Welke niet. Bijna vol. Die is van mij. Ja. En straks gooi je hem weg. Ik moet er bij geen één bladzijde meer dan vier. Vier is het beste. Kijk maar. Ja, dan doe je dan 5 tot 10 minuutjes in de oven. En dan heb je lekker Spaans garlic bread. En dat is oud brood. Gisteren is dat niet opgegaan bij de barbecue. Nee. Zo kun je je brood weer nog een keer gebruiken, hè? Als het oud broodje is, dan is het ook erg, weet je wel, knapperig en zo. Dat is echt gewoon lekker als het in de oven gaat. Hallo, maar nee. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Aan tafel! Aan tafel! Warme worstenbroodjes! Wie had nog niks gedaan? Floor, hè? Waarom was dat ook? Hallo, nee. Ja, na het eten dan toch? Ja. Junior's fascinatie voor stofzuigers die blijft. Die hebben we ook weer in Spanje. Hij doet hem aanzetten, uitzetten. Eline die was net aan het stofzuigen. We zijn allemaal een beetje aan het opruimen. En hij zat lekker uit te zetten. Dat is leuk, hè, Eline? Wat? Alleen de Merel die is er weer gevlogen, hè? Die straalt dat goed in, hè? Hier aan. Ja. En Floor ook, dat is ook zo'n. Alle drie. Stan die is wel een zakje wegbrengen, dus die zal zo terugkomen. Precies. Even kijken of die er al aankomt. Precies, de blonden zijn altijd. Kijk, daar komt Stan. Hoi Stan! Wat is er met zijn neus? Je bloedneus. Kom je eraan? Hoe komt dat, die bloedneus? Ik denk door de hitte. Nee hoor. Oh, kom Junior met zijn hoofd tegen je neus. Kijk, hier zitten heel veel libellen. Zien jullie dat? Kijk. Ja, zitten er heel veel. Wel daar achterin met het kleine zwembadje. Kijk. Daarom. Kunnen we vandaag. Heel veel libellen. Kunnen we vandaag op deze berg gaan klimmen? Papa, bij het kleine. Kunnen op die berg. Zwembad. Die berg bedoel je? Die? Ja. Nou, kom, dan gaan we dat doen. Dan gaan we dan kijken wat daar is. Nou, ik ga met de meiden op ontdekkingstocht.
Nee, kijk, ja, dit is van de urbanisatie, zoals dat heet. Dus van wat bij ons hoort. En als we dan hier gaan kijken, wonen hier beneden en wonen mensen. En dit is gewoon echt normaal Spanje en wij wonen dan zeg maar in een soort parking. Ja, dit is gewoon Spanje, maar dat parking is ook Spanje. Het is allemaal Spanje. Kijk, nee. Kijk om je heen, doe het, draai een rondje zo. Allemaal Spanje. Alleen die berg die je daar wel eens ziet. Wacht. Hoe heet dat ook alweer? Appen. Ja, hoe heet dat ook alweer? Weet jij het nog hoe dat heet? Gibraltar. Oh ja. Ja? Dat is van Engeland. We gaan echt wel weer. Ik heb een verhaal gehoord over Engeland, hè? Ja. Van dat ze daar allemaal met maskers voor de deur komen en die mag je dan gratis. Oh. En dan zeggen ze zo, kan je hierin passen, zeggen ze zeg maar. En dan zit daar een soort vergiftigingsspul in. En daardoor word je flauw en dan haalt ze je hele huisje. Oh, dat was het Nederland, heb ik daar ook gehoord. Kijk, hier zijn huisjes, hier wonen mensen. Dat is in Engeland en in Nederland. Zie je het? Waar? Hier. Daar, beneden. Hier hoorde ik een hondje blaffen, dus toen ben ik hierheen gelopen. Kom eens kijken hier zo, wat denken jullie dat dit is hier zo? Dat spoor. Een grens of zo? Weet je hoe dat komt? Dit? Nee. Loopt hier overal. Kijk, hier loopt er eentje. Oh. Hier zo. Nee, hoe komt dat? Dat zijn eigenlijk een soort droog liggende rivieren. Als het nou heel hard regent hier zo, dan regent het echt heel hard. Ja, en dan krijg je allemaal die gleufjes waar het water doorheen stroomt. Merel zit lekker een zandkasteeltje te bouwen met Junior. Vieze handen wel, hè? Die mogen wel in de vlog. Ik vind dat zo leuk, hè? Dat vieze met water in de hand. Het is een emmertje en een schepje. Die laten we in Spanje, Junior, jouw emmer en jouw schep. Nee! Dat die altijd mee spelen. Ja. En daar hebben de twee heel lang in de zee gezeten. Ja. En die zijn nou lekker aan het kaarten. Nou. En jullie hebben nog standverkenning gedaan in Merel en Deline. Om jetskis te vinden, maar dat is niet gelukt. Maar ik had wel een vis gevonden. Je had wel een vis gevonden, ja. En Floor en ik ook. Vieze dode vis. En waar zijn die nou, die dode vissen? In de zee. Dat is natuurlijk reacties zijn van hè, dat wij hier zijn. Maar als het nou hier heel druk was geweest. Dan hadden wij ook niet waren gegaan. Wij hier met corona gegaan. Waren wij niet gegaan als stil druk. Hetzelfde dat wij de camping hebben opgezocht. Toen het corona was, ook voor de rust. Ik ben de camping was toen echt super veilig. Ik ben overtuigd dat wij hier nu ook veiliger zitten dan in Nederland. En ik snap het punt van op vakantie gaan. Maar ja, of we nou hier in onze woning zitten of daar in onze woning. Maar waar is het nou erger, corona? In Nederland? In Nederland is het veel erger, corona, dan hier. Echt, staat Nederland bovenaan? Ja, hier in het zuiden van Spanje is het echt helemaal niet zo veel. Er waren 80 besmettingen of zo op één dag. In heel de gemeente. In de gemeente, hè? En dan, is dan, dan moet je dan keer 10 doen. Dus dat is 800. Het heeft 1,5 miljoen mensen. En Nederland 17 miljoen. Dus keer 11. Dus dan is het 880. En in Nederland zitten ze op de 8000. Dus dat is 10 keer zoveel. Ja, maar nee, dat klopt niet, want je kijkt. Ja, je ziet ook zoveel staatjes. We snappen er ook allemaal niks meer van natuurlijk. Niemand meer. Iedereen heeft zijn mening. En wij vragen het hier aan iedereen. En iedereen die zegt van nou, het is hartstikke rustig. Het gaat heel goed. De goede kant op. Dus ze zitten hier onder die 1. Ja, je hebt die 0,1 of die 0,3 heb je. Die 1,3 heb je in Nederland nu. Hoe heet het? Ja, het R-getal. Het R-getal. En hier zit er op 0,8. En het is hier ook veel rustiger dan in Nederland. In welk land is het rustig? Nee, wij hebben daar ook echt wel gevraagd aan mensen die we hier kennen. Van, is het te doen? Is het rustig? Als ze nou hadden gezegd, nee, het is echt super druk, dan waren wij hier ook niet. Ja, en de Spanjaarden die doen allemaal raar. En, ja. Junior, wat ben je aan het doen? Oma bellen. Oma aan het bellen? Met de e-reader. Nou, vertel maar eens dan. Vertel maar eens aan oma wat er allemaal gebeurd is. Wat is er allemaal gebeurd? Mijn nieuwe deen, auw. Met de steen. Op haar hoofd. Wat lief dat de steen op de hoofd en de pijn, hè? Ja, in mijn boot. Nou, gisteren bij ze hadden de haai ook een steen op mijn hoofd gegooid, hoor. Had zo Junior een steen op je hoofd gegooid? Die had hij gewoon zo vastgepakt zo. Oma bel. Ja, oma bellen, ja. Ja, opa, mij een boot. Wat zegt hij nou? Dat weet ik ook niet wat hij nou zegt. Mama kan hem altijd goed vertalen. Papa, mijn basrollenbollen. Papa? Ja? Papa, mijn pasta rollenbollen.
Eten. Heeft papa jou eten gemaakt? Nee, een Basel eten maken. Oh, papa, een broodje met pasta. Oh, vond je dat lekker? Ja, deze. We eten vanavond heel makkelijk. Iets wat we thuis nooit doen. We hebben... Ik hoor een hond. We hebben kant-en-klare sushi gekocht. En pizza's. En die pizza's hier, die hebben wij in Nederland, kopen wij daar nooit, maar... Deze zagen er wel redelijk uit, vond ik. Ja, misschien wel echt lekker uit. Dan kun je zien een beetje wat erin zit. Wat is er? Wat is er, junior? Nee. Stan jou nee. Stan deed niks. En we maken tomaat mozzarella. Dat maken we dan nog wel zelf. En we hadden nog wat sla van gisteren. Zou ik dit zo op mijn bord leggen? Ja, maak maar lekker een salade. Een appel. Jij weet hoe het moet. En garlic bread weer. Ja. 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 Wat voor pizza's zijn dit allemaal? Deze is salami. Ja. Yeah. En dit is kip met spek. En dit is pepperoni. Dat is ook salami. En pizza salsa. Ja. Weet niet, meer gehakt. Oh, die wil ik. Pizza salsa en... En pizza carbonara. Die lijkt me lekker. Ja. Ik wil of... Die ken ik niet. Pizza carbonara. Die heb ik ook een beetje voor jou meegenomen. Zou ik ook meteen alles slaan gebruiken? Of met deze. Ik zou dan de halve ijsberg slaan doen. Nee, ik begon met dit. Ja, die moet je opmaken. Die moet vandaag op. Ja, geen ijsberg slaan. Oh ja, kun je een halve doen, toch? Nee, kijk hoeveel dit ook. Oh ja. Is ook goed. En tomaat mozzarella. Ja. Ga je ook helpen? Ja. Okay. Mark? Dit mag je zomaar het water eruit halen. Kijk, kookles van Eline. Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja. Nee, toch? De jongens zijn thuis gebleven vandaag. Ja. Thuis gebleven. Klinkt leuk, hè? Ja. Thuis gebleven. Thuis. Het voelt nog niet als thuis. Thuis. Nee. Het voelt nog niet, maar toch wel. Een beetje een camping. Ja, met zelfs campinghuisje. Ja. En nou, het is helemaal gelukkig, want hij heeft een blikje cola. Want als ze bij ons brugklasser zijn, mogen ze een blikje cola. Ja, niet altijd, toch? Af en toe. En soms is er ook een uitzondering. Ja, er zijn wel eens uitzonderingen. Er zijn wel eens uitzonderingen. Want zelfs Floor zit aan de cola. En Madelief zit aan de cola. Ik heb pizza. Niet. En Guusje zit aan de cola. Alleen Junior niet. Die zit aan de iPad. Er stond Helena aan de ijs. Wie is een iPad? Dat is Guusje's iPad. Ja. Oh, dan kijken. Ding. Hij zit aan het hoofd van de tafel. Hij is aan jou aan het kijken. Hij zit op zijn kop. En vinden jullie de pizza's lekker? Mm-hmm. Ja, alleen deze. De sushi is beter. Ja, sushi is beter. Ja, maar de pizza's hebben heel veel met vis. Salami. Ik vind de Oetker pizza dus wel lekkerder, maar die hadden ze daar ook. Had die daar ook? Ja. Die kenden we nog niet. Ja, ik kende de dokter Oetker ook niet en deze vind ik ook niet zo. De sushi wel. En ik vond Elinus, jouw salade, is echt top. En jouw garlic bread, is ook top. Dus dat heb ik gegeten. Ja, echt heel lekker. Heb je de garlic brood al op? Ja. Lekker, hè? Ja. Ik heb hier ook nog. Hartstikke simpel. Het is koud. Alleen het is wel een beetje... Wat? Ja. En dan hebben we 6 pizzatjes met z'n 10 en dan gaat het toch nog niet op, hè? Het ligt er ook in binnen. Ja. Mm. Zijn er nog... zijn er maar 4 pizza's op eigenlijk, als je dit allemaal nog bij elkaar legt. Ja, maar als ze heel lekker zijn, gaan ze dan wel op dan? Ja. Ja? Nou, dat weet ik niet. Ja. Wij zijn gewoon heel grote eters, denk ik. S'avonds niet, nee. Nou, het brood wel, dat gaat te hard bij ons. Ja, deze is ook wel lekker. Deze niet. Die heb ik niet geproefd. Die achter heb ik ook niet geproefd. Nee! Carbonara. Nog harder. Carbonara is wel lekker, maar ik heb die salami is op en ik vind ze allemaal gewoon prima. Er is niks mis mee, toch? Nee, die vind ik niet lekker. Lekker zacht. Nee. Meer is allemaal slaap de grond aan het gooien. Nee, mozzarella. En is raar gekorst. Ja. Nou, dat was genoeg over de pizza's. Kijk, wij gaan vanavond weer film kijken. We hebben het te pakken naar gisteren. Ja. Met chips! Met chips, ja! Zo. Door die doos! Gisteren hebben we Infinity War. Die liggen al een week te branden. Ja, door elkaar werkt niet.
Stan? We hebben gisteren Avengers Endgame en Infinity War gekeken. En drie uur. Gaan we gewoon de Avengers kijken. De Avengers film gaan we de kijken. Eerste. De eerste en misschien de tweede ook nog wel. Ja, Age of Ultron, maar die is niet zo goed. En dan gaan we lekker met een muziekje gaan we de dag afsluiten. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op een belletje te klikken. Au, doei. En wij zijn nu ergens aan het ontbijten. Die allemaal dit soort mondkapjes. Oké, lekker. Nou ja, hier staan al hele vette auto's. En wij gaan deze berg op. Stan,